Kai wil de verbouwing van zijn woning meefinancieren in de bestaande hypotheek en wil weten wat de mogelijkheden hiertoe zijn. Deze vraag hoor ik wel vaker. Naast een hoger hypotheekbedrag gaat je maandbedrag ook omhoog. We moeten onderzoeken of dit financieel haalbaar is voor je. Buiten de verhoging voor de verbouwing is het ook toegestaan om een stukje extra te lenen voor het verduurzamen van de woning. Het totale bedrag van de verbouwing plaatsen we in een bouwdepot. De notas kun je heel eenvoudig zelf via internetbankieren declareren. Wat nou die waarde van de woning uiteindelijk wordt, daar hebben we een onafhankelijke taxateur voor nodig. Dus die vraag speel ik nu even door. Hoi Dick, kan jij helpen bij deze vraag? Jazeker, we kunnen de waarde na verbouwing meteen meetaxeren. Dit moet dan wel bij de aanvraag worden aangegeven. We moeten immers wat meer onderzoek doen. Afhankelijk van de investering die gedaan wordt, zoeken we nieuwe referentiepanden om de waarde te bewijzen. De vuistregel is dat meer woonoppervlakte sneller leidt tot een waardestijging dan wanneer er alleen cosmetische aanpassingen gedaan worden. Dankjewel Dick voor je heldere en duidelijke uitleg. Uiteraard zijn er nog andere mogelijkheden om de verbouwing te financieren. Denk aan de tweede hypotheek of de persoonlijke lening.